In het stiltecentrum van het ziekenhuis in Alkmaar exposeert Gerda Schoehuis in februari en maart. Het schilderen met kwast en verf is voor haar een uitlaatklep van gevoelens en emoties waarvan niets is vastgelegd. Weinig is bedacht, steeds opnieuw gaat zij op ontdekkingsreis. Ieder doek heeft zijn eigen verhaal. Gerda laat zich leiden door haar ervaringen, haar stemming op dit moment en de daarbij behorende emoties. Gaandeweg maakt zij haar keuzes. Zo ontstaat een weergave van datgene dat haar onbewust bezighoudt en waarvan ze zich na de voltooiing pas bewust is. Claudia Schmid exposeert in februari en maart met schilderijen bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Haar werk is in verschillende stijlen geschilderd, altijd kleurrijk, niet te precies en een beetje mysterieus. Ze haalt haar inspiratie overal vandaan, soms uit een foto in een tijdschrift, dan weer uit iets dat ze heeft gezien tijdens een van haar reizen of gewoon fantasie. Willy Vijn exposeert in februari en maart met keramiek in de vitrines bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Haar beelden zijn voornamelijk figuren van vrouwen en dieren. Na enkele jaren wat ervaring te hebben opgedaan, gebruikt zij unica met glas, metaal en glazuren. Zo komt er iedere keer weer wat bij om uit te proberen. Jan Becker schildert voornamelijk stillevens in olieverf op doek of paneel. De voorwerpen die hij daarbij gebruikt zijn over het algemeen oud en alledaags. Door de compositie, de belichting en het kleurgebruik probeert hij een verstilde sfeer te creëren. Misschien om een tegenhanger te ondergaan van het hectische dagelijkse leven. Bij het creëren van stillevens staat het leven letterlijk even stil. Te zien tot eind maart bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.